Kun Je gewoon naar mij praten, als hij. Ja, yes. yes. dat is ook gewoon een beetje zo'n paranoid. Nou, <laughs> tot nu toe heeft hij wel gauw, hè, de afgelopen twee. Ja, is dus normaal gezien. Uh, en geen idee hoe dat het tof. komt. Nee, out of nowhere. De eerste keer hoorden we een geluidje dat hem afging. Dat was leuk. Ja. Ik mm -hmm. Is wel iets geval geweest. De to hele podcast. Uh, Ik weet ja. um, ja. je dan En nieuwe camera's moet kopen. dat is, uh, Ja. Expensive. Ja. Uh, Gio, expensive. welkom. Dank je. Welkom to de podcast. Bedankt om te komen. Ja, dank je en, uh, wel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Het is een tof. Uh, interessante persoon dat je bent. Je hebt echt als radiostem. Radio ja, 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 ja. ja, ja, ja. Alsjeblieft. Dank je wel. Welkom bij Radio NL. <laughs> ik ga de hele tijd zo praten. Met <laughs> <De> twee Nederlanders. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nice. uh, Ik ga jullie laten op je Doe maar. Ja, <laughs> uh, dank je wel voor je komst. Bro. Ja, dank je wel voor de uitnodiging. Tof. Super, Hoe ben jij, tof. jij in België beland? Uh, na mijn opleiding heb ik uh, So You Think You Can Dance gedaan. Uh, ja. Dansopleiding. Dansopleiding, dan... ja. Dansopleiding in Amsterdam. En um, na So You Think heel veel theatertoes gedaan met Isabel Bernaar en Roy Jules en zo. En uh, ineens werd ik gebeld door Studio 100 of ik niet een musical wilde doen. Uh, door Gert? Ah. Nee, helaas niet door Gert zelf, nee. <laughs> um, dat was Kenneth musical toen voor kinderen. En ze zochten daar een, een danser die wel wat kon acteren en wel wat kon zingen, maar die, die laatste twee, dat, dat boeide eigenlijk helemaal niet zoveel. Um, het ging voornamelijk om het dansen, want het was een danscoach. En zo ben ik eigenlijk door blijven gaan in, in Studio 100. En dan ook voor CatNet en dan steeds meer tv en uiteindelijk ook wonen in België. Is Studio 100 het, het contract voor een danser of niet? Voor een danser weet ik het niet. Ik ben daar echt binnengekomen, die allereerste rol, want ik speelde dan een hoofdrol in de musical. Dus echt danser ben ik daar nooit geweest, zoals ze nu hebben. Of hadden toen ook al, natuurlijk. Maar ik weet niet wat daar het gouden contract ligt. Voor dansers? Nee, denk ik. Maar dat is ook heel subjectief, want je hebt verschillende soorten dans, natuurlijk. En dat zijn ook wel andere soorten shows. Want ik heb bijvoorbeeld wel vrienden die daarvoor dansen en die vinden zich, voelen zich daar helemaal thuis. Maar ja. ik voel me daar dan weer niet thuis. Ja, zeg maar. snap ik. Ja. Snap ik. En voorheen was het, het onder leiding van <kug> Ivy en dat was een, was een uh, redelijk strikte vrouw. Ik ken die ja. ook heel goed. Ja. En um, die, die is had nu een, weg, hè? Die is nu weg, ja. Die had een, die had een heel aparte stijl, wat echt typeert aan uh, uh, destijds nog Samson en Gert. Um, en dat is, dat, is, dat is geen gemakkelijke stijl. Dat ziet er heel gemakkelijk uit, maar dat is super moeilijk om te doen. Ja, ja, ja Samson en Gert. Samson en Gert stijl, de, 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 de originele ja. stijl. Ondertussen is dat Tommy Grison en dan merk ja. je wel dat daar... veranderingen <laughs> ja, zitten ja. ja, zo wat uh, een nieuwe wind uh, waait. En wat is, dat, is dat dan een contract van een jaar of is dat gewoon voor één musical dat jullie tekenen? Bij mij? Ja, de eerste Jouw keer dat jullie... Uh, dat was puur de musical. Puur de musical. Was, ja. ja, en dan uiteindelijk... Uh, wat heb ik daar, daarna gedaan? Ik denk de, de, de musical... Wiki de Viking heb ik daar gedaan. Je hebt veel gedaan, hè? voor hun? Ja, 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 ja. En ik heb op een gegeven moment, na, na, na mijn eerste musical, kwam ik zo goed overeen met Ivy. Hè, de, de bazin van de dans, het dansgedeelte binnen Studio 100. Dat ik daar ook heb lesgegeven. Ik heb gegooi grafeerd voor heel veel uh, Studio 100-programma's. Uh, Theatertours heb ik daar gedaan. Uh, dan Musical Wiki. En uiteindelijk via Wiki de Viking, waar ik gewoon als ensemble, offstage, ensemble nog wel. Dus oh. ik was echt niet elke show wezig, uh, aanwezig. Um, heb ik daarna uh, ben ik gevraagd voor nachtwacht om auditie te doen. Als acteur dan. Als acteur ineens, ja. ja. En zo uh, nachtwacht gedaan. En nog altijd. Maar gaat het dan over contacten binnen Studio 100? Zo'n beetje kennen van ik ken oké, okay, de casting is hier, de choreografie is hier, oh, die heeft mij graag en dan of niet? Ja, maar ik denk dat dat in heel de entertainmentwereld wel is. Ja, maar had ja. je dat van in het begin al, al snel door? Ja. ja, dat was op school al zo. Ja. Bij, als je zo bij bepaalde docenten zit of zo, dan die een, een, een vinger hebben in een bepaalde uh, stagepool, zeg maar. Ja, van ah, ja, ja. ik wil die dansen en ik wil die. Dus je merkt dat heel gauw als kind al van: ah, ik lig niet zo goed bij die docent en daarom kom ik misschien niet aan mijn stages. En wel bij die, of die, ja, mijn, mijn, mijn klasgenoot wel, zit wel heel goed bij die docent. En die krijgt in één keer heel veel stages. Dus je leert die wereld wel heel snel kennen. En het is ergens ook logisch, als je je favorieten hebt, dan heb je je favorieten en zet je je Definitely. beste paarden voor. Ja, zo simpel is het. Het is echt how you know in die wereld. Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja. Helpt die Nederlandse openheid in België? Um, werkt soms wel wat tegen. Ja, ja, ja. ja eigenlijk wel. Ik snap dat wel. Ja. We zijn vrij te En ja. Dat zie je vaak bij sporters, bijvoorbeeld Remco Evenepoel. Kent je die? Nee. Nee, ik ook ik kent hier wielrenners. Nee. Heb... Ah, ja. Maar wielrennen in Nederland is helemaal niet zo gekend. Nee, ik ben echt geen fan. Hoor. Nee, ik niet. <laughs> sorry, hè. Sorry, hey, jongens, het was leuk. Uh, ik ga jullie laten. Ik ga mijn eigen wielerpodcast opstarten. Fuck, yes. <laughs> Fuck die dansers. <laughs> sorry, sorry. Uh, nee, dus Remco Evenepoel is een uh, jonge gast. Eigenlijk zo een toekomstige Tourwinnaar misschien. Maar die is van de jongere generatie dat die zegt van... Oké, okay, ik ga hier, ik ga winnen. Ik ja. ben de beste. En dat ja. is zo... In België kunnen ze daar niet tegen. Snap ik. Snap ik. Nederland is dat veel. Oh ja, yeah, he's the one. Hij, hij, ja. hij, gaat, hij gaat goed doen. Hij gaat goed doen, jongen. Ja. Dat is Nee, Maar dat is inderdaad wel heel erg Nederlands om, om jezelf heel erg boven te plaatsen. En Vlamingen ja. kunnen daar wat, wat slechter tegen, wat ik heel goed snap. Want je moet ergens wel een bepaalde bescheidenheid hebben. Dat ja, is echt de opposite van ja. wat wij kennen. Eigenlijk. Ja, en, ja en Vlamingen zijn heel uh, terughoudend, ze uh, zijn snel geraakt ook. Wat ergens ook wel heel logisch is, als je heel direct bent, wordt dat heel persoonlijk genomen. Heel ja. persoonlijk. En dan... Um, ja, had je acteren? waarin nee, zeker. Uh, op school hadden wij wel wat acteren lessen. Eén keer in de week. Een uurtje. Maar ja, als je op een dansschool zit, dan dans je letterlijk van maandag tot en met vrijdag. Elke dag van half negen tot uh, zeven uur. Dus ja, één uur in de week is echt totaal niet veel. Dan word je wel, uh, dan word je wel goed, hè? Als je zo wil dansen. Uh, ja, je wordt vooral heel divers, heb ik gemerkt bij mijn, uh, bij mijn school. Ik kreeg echt alles. Van, van ballet tot modern tot... Tap zelf, dat is vet. Ik heb ja, altijd willen zegt... tappen. Ja? Dat heb ik nooit gedaan en dat was spijt van. Nee. Super tof. Dat is ja. gewoon omdat je ritmes kan maken met je, met ja, je, dat met je eigen maken, ja, dat gewoon zelf muziek maken. Iets dat wij nooit. Eh. Uh, Let in, duetdans, uh, noem het maar op. Dus ja, één uurtje acteren in de week is niet zo heel veel. Uh, maar dat acteren zit natuurlijk ergens ook wel in je dans. Je, ja, daar uit je je dans, je uit je emotie in dans. Um, dus acteren zit daar wel wat in. Ge, ik wou net vragen, want bij veel dansers komt het heel natuurlijk. Dat dat acteren aspect. Ja. Um, klopt? Ja. Dat wij dat ook mimieken met ja. ons gezicht en de gevoelens toch moeten uiten van de muziek ja. en zo wat je zegt. Zeker waar. Ja. Absoluut. Wat was jouw andere troef, denk, denk je, dat ze bij jou zijn komen aankloppen? Studio 100? Was dat de diversity ding toen al? Um, of, of, of? Ik denk het, ik denk het wel. Maar ook, ik denk ook wel gewoon het feit dat ik Nederlands ben. Want ik heb altijd wel een beetje het gevoel dat Studio 100 kijkt naar zowel de Vlaamse als de Nederlandse markt. Ja. Um, of, was, of was het inderdaad dat, dat ze zagen van, we kunnen misschien Nederland hiermee... Uh... Ach, ik, denk, ik denk gewoon dat het dat een, een, een combinatie van alles is. En, en niet, per se, uh, pff, ja, niet per se een andere reden van kleur of zo, ik noem maar iets. Oké, okay, ja, nee, nee, dat kan dat zeker. Nee, dat, dat gevoel heb ik niet. Dat heb je niet gehad of zo? Nee, ah, okay. nee, maar dat heb ik nooit bij Studio 100 gehad. Nee. Want je ziet wel in elk programma zit er een donker iemand. Mm -hmm. wat ik ergens natuurlijk gewoon hoort, maar kan supporteren. Ja, tuurlijk. Uh, mm. Maar ik denk niet dat dat zo bewust is van. Ah, hey, we need him because. We moeten hem, yeah. we moeten hem binnenhalen. Nee, mm -hmm. nee, 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 nee. Zijn. Ja, Afrikanen of. of <coughs> Zuid-Amerikanen zijn hier beter in dansen? Als echte. Oeh. Oh, Europeanen? Wow. Ik denk gewoon dat, dat, dat er een bepaalde. Uh, vanuit, vanuit de basis, vanuit de geboorte of vanuit de familie en opgroei, dat daar gewoon ritme heel belangrijk is. Ja. En daarom zijn, denk ik, uh, Zuid-Amerikanen uh, wat gemakkelijker of bekender met dans en weten ze hoe hun, hoe, hoe hun lichaam gemakkelijker beweegt, omdat dat daar echt een ding is. Ja. En, en zo hier... bij voetbal. voetbal? Ja? Die zit op een andere. Het is een andere mindset, ja. het is een andere manier van opgroeien en meekrijgen. En wat hier vooral vroeger dan, toen, toen ik opgroeide, het gewoon in Nederland en België misschien nog niet zo hard aan, aan, aan de orde was of zo. Okay. Denk ik, hè? Ja, ja, meestal als, als ik voetbal speelde in de kledkamer al Afrikaans op de Afrikaanse ja? En iedereen kan, ik, ik kan geen enkele Afrikaan noemen dat niet kan dansen. Ja? Dat is wel, ja, is echt cultuurgebonden. Ik ook, denk het, Dat ja. gaat ook van, van vroeger, hè. Dingen de ook aan, um, Arabieren. ja Arabieren. Same thing. So, ja, die zitten ook gewoon altijd... Daar ja. Maar ook, die zitten altijd in groep. Die zijn altijd ja, in groep ja, aan het dansen. Ja. Ik heb nog nooit Vlamingen in groep. Zo. Nee. <laughs> Typisch Vlamingen. <laughs> ja? ja. Wij dansen in de douche. <laughs> Dat zit. Jan Kooijman mee aan het zingen zijn. <laughs> um, dus ja, hij komt terug op... <laughs> hij komt op de set van um, Nachtwacht, denk Ja. Ik. ja. Um, ja, je eerste, eerste scène was dat zo van... Oh shit, uh, wat moet ik doen? Kan ik dat wel of niet? Ja, toch wel. Ja, je krijgt, je, bij je auditie krijg je echt letterlijk een aviertje van... Uh, dit is jouw rol, Wilco. En Wilco is zo, en Wilco is zus, en hij is dat. Dus je probeert alles mee te nemen. En ook je tekst. En ook een personage te vormen. Je, voelt je, thuis te, je probeert je thuis te voelen in je kleren. Uh, en dan sta je in één keer tegenover Peter van der Velde. Die echt een, een legend is natuurlijk in, in acteren. En... Uh, de leeftijd die hij nu al heeft, dat is volgens mij ergens in de 50. nog beter wordt en met de rol die hij speelt alleen maar beter en beter en beter wordt. En dan sta je daar in één keer tegenover. Ja, dat is wel even uh... helpt, u, helpt hij u dan zo om dit te doen? Dat... Nee, totaal niet. Nee, nee. Hij, laat die echt, hij laat je echt gaan. Zo van, pff, ja, doe maar en ontdek maar. Want hij ja. heeft zijn rol ook en hij moet zijn rol ook nog vinden. Ja, ja. Maar, ja maar, maar soms misschien afzien, zo van, hey, uh, als je het misschien op die manier doet. Of... Nee, nee. nee. Daar vind ik hem juist wel heel, heel, heel sterk in. Dat hij de nieuwe, want wij met drie zijn, zijn redelijk nieuw in de wereld. Um, we hebben ze we hebben nu en dan al wel wat ervaring natuurlijk. Maar op zo'n grote productie, zo'n hoofdrol dragen, dat hadden we alle drie nog niet gedaan. Van de Nachtacht in ieder geval. Maar de regisseur die houdt er dan ook wel een rekening mee. En Peter had ook zoiets van: nou, doe maar jongens, het is goed. Het speelt, um, ja, ik heb um, Hij speelt mee, Misfits ook. In Amsterdam, wat is zijn naam weer? Ook een jonge gast. Vlaams? Miss Nederlands. Uh, ja, ik heb die, ik ja. heb die met Charles Steek uh, yeah, gefotografeerd. Wat is zijn naam weer? Oh. Je weet je wat ik bedoel? Ik weet wie jullie hebben Van Kees, hè? Ja, ja, hoe is dit? Oké, okay, doe maar iets zelf nog opzoeken. Ja, yeah, zoek het eens. <laughs> op. Wat doe je het liefst? Zingen, dansen, acteren? Triple threat hier <laughs> <laughs> Dat is heel moeilijk, want die yeah. vraag wordt mij super vaak gesteld. Want jouw eerste liefde was dans. Of, ja. of zong je toen al? Ik deed. Uh, het allereerste wat ik deed in de entertainmentwereld was uh, musical. Ja. Op mijn vijfde stond ik al op de planken. En, en uh, als meer als danser? Of, of alles nee, als, als, of, echt als kindje. Dus op zich is dat nou niet om te zeggen dat is de ervaring die je hebt. Waarmee ik okay, ja, ja, ja. uh, <coughs> Daarin is dan de tweede musical. Oliver was dat. Hè, met al die kinderen. En ik was dan de kleinste die een solotje had van vier zinnen of zo. Uh, hey. En daarna de grotere rol, uh, Lion King. Dus ik ben meer opgegroeid met musical dan specifiek dans. Mm -hmm. um, maar als je vraagt wat ik het, wat ik, wat ik, dat ik het liefste doe. De magic is, singer. Ja, zingen. Ja. Maar ook wel weer. Uh, aan de andere kant ook wel weer presenteren, want dat doe ik ook. Dat vind ik ook super tof om te doen. Ja. Maar acteren blijft toch ook wel een hele grote liefde van mij. Ja. Want dat is. Kun je iets op nummer 1 zetten of niet? Sorry? Kun je iets op de eerste plek zetten? Of nee. nee. Nee, want dat is echt super moeilijk. En ik denk dat dat, dat dat het punt is wat mij ook staande houdt. Die diversiteit. Ja. Juist. Ja. Dat ik letterlijk kan zeggen... Ah, ik moet vandaag naar Amsterdam, want ik heb een songwriting sessie. En s'avonds sta ik op het podium. En de volgende dag sta ik op de set um, bij Nachtwacht. Omdat wij uh, een nieuwe film aan het opnemen zijn, bij wijze van. Ja. En woensdag zitten we dan al. Maar dan moet ik uh, gaan presenteren voor CatNet. Super vet. Ja, ik denk ja. dat. Maar die, die uh, diversiteit is, 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 uh, is nodig in mijn leven, merk ik ook. Ik, uh, ik heb ongeveer hetzelfde. Ja, ik, zou nie, ik kan niet uh, stilzitten of één toch? ding blijven toch... doen. Ik zoek ook echt naar andere dingen ja? om te doen. Ja. Maar, ook niet, maar niet alleen per se in, in de richting van ik moet ten alle tijden op het scherm of in de belangstelling staan. Nee, klopt. Want ik, ik ben momenteel werk ik achter de schermen en en zorg ik dat een dat een draaidag loopt en blijft gaan en zorg ik dat dat uh, er een bepaalde draaiplanning komt en. Uh, oh, wat, wat doe je nu dan? Ik werk nu uh, in het bedrijf van mijn vriendin mm -hmm. en uh, daar hebben ze een first AD heet dat en die maakt een draaiplanning. Dus die zorgt van dat we uh, uh, van 9 tot 10 dat draaien. Assistant en van, director? Nee. Ja, assistant ja? director. Ja. 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 En, van 10 van tot 11, dat en zo, en zo. En ik maak dan letterlijk de planning wanneer, wat wij wanneer gaan doen. En ik zorg dat we ons aan de planning houden ook. Dus dat is een hele strikte job. En zorg dat de sfeer goed zit en zo. Dus dat is niet, het is niet, totaal niet dat ik wil werken. Per se in de, in de spotlight. In, in de spotlight. Dat, ja. dat hoeft voor mij niet altijd. Ik vind daar een super toffe job. Want je leert ook nieuwe mensen kennen. Je leert een andere manier van werken. Ja. Uh, normaal gezien moet ik mij nergens druk om maken. Kom ik op de set? Het enige wat ik moet kennen is. Uh, eén mijn tekst en twee wat ik in de middag ga eten. Um, dat is het. Maar alles wordt verzorgd voor je en ja. dit is een hele andere manier van werken. Um, wat ik ook echt super tof vind. Nick ook... was een naam. Ja, ja, die ken ik niet speelt persoonlijk. Je niet? Maar ik speelt hij in Nachtwacht? Nee, dat was in nee. Misfits alleen. Hè? Nee, in Misfits. Ja, ja, ja. Okay. Ik ken ja. het zelfs niet. Nee. Yes, fucking Wat is populair. dat? Ja, is wel groot. Ja. Wat is dat? Dat is Ja, ja. In uh, Nederland is echt groot. Kan bijna een rol. Ja? Ja, shit. Yeah. Weet je waarom dat je hem niet hebt? Nee, dat zeggen ze er nooit bij. Hè? Nee, <laughs> ja, 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 ja. Nooit. Skitten. <laughs> <laughs> bij modellen werk ik ook altijd of zo'n een casting. Je you don't have it. I'm like, why? no, no. Don't know. <laughs> nee, 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 <laughs> not nee, even ask. Nee. <laughs> ook niet met the bellen. right amount of pretty. <laughs> de vraag is, de vraag is, do you want to know? <laughs> <laughs> dat is een vraagje. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> dat is heel goed. Kan jou breken volgens mij. Ja, ja. In de modellenwereld wel, denk ik. Ja, denk je acteren wel. In acteren is het wel misschien leuk als ze je een beetje feedback op ze misschien Ja, tuurlijk, want dan neemt een bepaalde uit. onzekerheid ook weg van ja. ja, maar ben ik dan niet goed genoeg? Maar in de modellenwereld toch ook? Dat is nee, it's van, ja, you're just too ugly. You know I'm going get job. <laughs> ja, dat ja dat ik dus denk echt. dat dat een verschil is in de mode. Dat, dat is toch leeskeuring yeah. dan voor je gevoel, toch? Ja, 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 I feel like a bitch. Yeah, exactly. I really feel like yeah, yeah. You walk and then, okay, you like it. Not, not, fuck it, En soms is dat nee. echt dat jij op catwalk gaat, alleen voor castings, voor Fashion Week. En als ik zo van, je loopt gewoon, je wacht een uur, twee uur voordat je mocht stappen. Je stapt. Nee, serieus. Je en, alright, no. you can go. en jij weet van, als ze gewoon zeggen, alright, you can go, you don't have it. Maar ja. ook gewoon geen discussie, hè. Geen discussie mogelijk. Nee, 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 totaal niet. Dat is gewoon, oké, okay, yeah, thank you. Maar jij weet ook, je kunt niks zeggen toch op dat moment? Wat wil je, je doen? Ja, wat ga je doen? <laughs> no, you have to take me. I want this job. Dat <laughs> <That laughs> <That laughs> moet <laughs> toch frustrerend zijn dan? Ben je nu mee bezig? Uh, ja, die, die, die baan achter de schermen nu. Ja. Voornamelijk, maar... Hoe lang ho doe je dat al? Uh, ja, maar dat doe ik zo tussendoor. Ja. Uh, ik, heb, ik heb wel gemerkt, ik, ik doe dat ook graag. Of er is een shift van... Dan, uh, ik merk vaak dat dansers vaak zoiets achter de ja, schermen een gaan side hustle. Echt, ja, ja, zo, ja, ja. Ja, ja. ja, maar dat is, dat is, ja, je hebt het echt nodig in deze wereld. Je hebt echt een side hustle nodig ja. om rond te komen, ja, sowieso. Uh, is ook zo. Het is ook die druk altijd, hè? want uh, jullie zijn altijd op, op korte contracten. Ja. Maar ja, ja, je moet echt ver vooruit kijken eigenlijk. Ja. Je moet echt je, je, je jaar al, al hebben gepland eigenlijk... om gerust op je bank te kunnen chillen s'avonds. Ja. Dat was voor mij tijdens corona. Dus mijn Singer had ja. ik als laatst gedaan. En toen moest ik wel een job zoeken, want de jobs waren er niet. Ja, ja. En daarom zit ik nu een ja, jaar verder. zelfde job. Ja. Steady. I'm happy, you know. Ja. Dat is wel een totaal ander leven als dat wij uh, gewend zijn. in de Ja, absoluut. Ja. En na Nachtwacht? Was er dan? Is, er, is er veel voor u veranderd na Nachtwacht? Nachtwacht loopt op zich nog wel. Maar het is niet. Uh, dus dus pff, is er veel veranderd. Ja, je hebt natuurlijk wel, uh, daardoor kennen mensen je wel. Uh, daardoor uh, heb ik ook de uh, Masked Singer kunnen doen, uh, bijvoorbeeld. En daardoor heeft het grotere publiek mij leren kennen, bij VTM voornamelijk. Dus ja, het heeft wel, het heeft wel bepaalde deuren geopend, maar het blijft echt super moeilijk. Ja, en dan had je nog met Lara Tersoro ook nog gedate. Dat heeft ook wel veel deuren geopend, niet. Dat was vooral een begin... hè? Dat was... Bekendheid toch? Omdat de mensen hier toch vaak die springen er direct op. Ja, ja dag uh. allemaal, story. Ja, toen, de joepie. Toen, toen. Uh. Maar nu is dat uh, gelukkig. Maar in het begin van uw carrière, Allee, we zien dat nu met Pete Davidson ook. Hè? Ik bedoel, wie kende Pete Davidson voor Rihanna Grande of, of Kim Kardashian? Het, het me het me de, meerder, de meerderheid kent hem nu wel. Ja, uh, het gaat wel een klein beetje uh, meesurfen. Mee surfen, Niet dat dat de bedoeling is, maar automatisch ga je wel een klein beetje meesurfen. Ja, keer. tuurlijk. Ja. Uh. Maar ja, goed, ik was, toen, ik was toen ook nog totaal niet zo bezig met uh, zo in die wereldstap. Ik zat voornamelijk in musical, dus ik was, heel, ja. ik was een compleet andere kant dan waar ik nu sta met zowel nachtwacht, onstage, echt uh, in de spotlights acteren, zingen, eigen solo-carrière carri op zanggebied. Dat is, dat is allemaal volledig na haar gebeurd ook. Ja. Dus, ja. Dus had je mee, toen was je meer op zoek, nu had je eigenlijk al gevonden wat dat je eigenlijk. Ja, misschien gevonden. wel, ja. ja? En, en alle, de volledige diversiteit in werk proberen te plaatsen of zo. Ja. Want ik wilde toen al heel veel. Wat wil je nog nu nog? Wat staat nog op je bucketlist? De liefste dingen En natuurlijk echt uh, een muziekcarrière uitbouwen die uh, vergelijkbaar is met de grote artiesten in België. En welke soort okay. muziek dan? Uh, zolang het maar dansbaar is. Dansbaar? Ja. Nederlands taal of ja. Engels? Ja. Maakt Engels? Maakt me niet uit, nee. Hoe is uw Engels goed? Uh, ik hoop het. <laughs> Meestal Nederlanders kunnen wel heel goed Engels. English, uh, ja, very good. Uh. Very good is English, yes. Ja, uh, yes, 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 yes. <laughs> nee, het is gewoon... Ik, uh, ik, ik wil me gewoon niet te veel vastzetten in, in, een, in een hokje. En dat is zowel met werk als met de taal waarin ik zing het geval. Ik wil niet uh, Als ik echt zin heb om een Engels nummer uit te brengen... of naar de studio te gaan en een Engels nummer te schrijven... dan doe ik dat. Zo simpel is het voor mijn gevoel of dat wordt geaccepteerd <laughs> is nog de vraag, maar goed. Wat ik wel merk, de mix werkt niet. Op één liedje zelf, als je Nederlands en Engels in één liedje doet, oh zo. Um, moeilijk om, om daar een echt een hit mee te scoren. Snap ik? Het is echt to toevallig dat je het zegt? Er is deze week een, een nummer uitgekomen met Tabita. Ik weet niet of jullie die kennen. Nee. Tabita Matt Simons. Die hebben nu een Matt nummer. Simons, van, uh, Matt Simons, dat is van. Met Simons, geen Belg, hè? Dat is een Nederlander ook. Ja, dat, dat was. Ja. Een... Oh, zo een bekend liedje weer van 2015. Jij kent dus, zij, zelf, ja, ik ken dat dus. jartal ja, al zei. Ja, ja, zei ja. ja. En het heet Ik weet het en dat is zij begint het Nederlands en hij neemt over in het Engels. En is niet Ik voel het niet slechter? goed Oké. Okay. En dan Engels. Ja. Je moet, er wel, je moet er inderdaad aan wennen, ja? Ja, ja. ja. ja, even aanpassen. Dan maar ze doen zin het zin nu zin steeds zin. vaker in Nederland, hè. Rolf Sanchez, ik weet niet of je die kent, of jullie kent, die kennen. Nee. nee. Die, heeft, uh, die doet altijd hetzelfde, altijd Spaans en Nederlands door elkaar. Maar dat is wel heel die, die Latin-vibes, ja. zwaar. Uh, Spaans ja. en Nederlands gaan nog. Maar ja. Engels, ik weet niet, op een of andere manier Engels Nederlands... En Vlaams dat, is nog erger. Vlaams en Engels, dat is... Ja. Het, dat is nog... Uh, dat, uh, <laughs> maar Nederlandse muziek is echt aan het poppen. Ja, ja, ja dat is bizar. Dat is ongelooflijk. Echt... Echt, Yo, ik heb, ik heb zoveel Guilty Pleasures op mijn Spotify opgeslagen. <laughs> um, van Nederlandse songs. Bro, boy, je, echt goede liedjes tegenwoordig. Uh, Die, ik ben grote Meteor-fan, uh, man. Jawel, uh, nee. <laughs> nee, nee, man. Uh, man uh, top liedjes. We werkten bij, cool we bij Cool Blue en we zaten samen op, uh, in de auto. We moesten gaan leveren in Wallonie, in in eerste team de over. Ah, was dat? Yeah. <laughs> I'm like, dude, what do you want to try to do? <laughs> Bro, geweldige songs. Okay, ik heb me gewoon aan de kant gezet, ben gaan lossen <laughs> Ik ga er niet te veel over Ik roep laten. gewoon mee in de uh, <laughs> 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 um, tent. Films. Is dat iets dat je zo graag in de, want ja een film en een serie is nog iets anders hè? ja ja graag ja, ja, we hebben met Nachtacht hebben nu uh, net ons derde film uit ja. en je merkt ook wel dat dat op de een of andere manier anders is er wordt toch anders naar gekeken je beseft opzet terwijl je ook aan het uh, acteren bent dat dat ineens een film is en veel groter is dan, uh, dan een serietje of zo is het makkelijker want ze zeggen vaak dat ze voor series um, ja dan hebben ze acteurs nodig die meer consistent kunnen presteren ten opzichte van een film? Of vat je dat niet, echt niet dat. Uh... Ik heb dat verschil nog nooit meegemaakt, omdat wij natuurlijk als hoofdcast uh, ten alle tijden daar zijn. Zowel in de series als in de films. Als theater doen wij trouwens ook. Maar daar zit voor ons niet het grote verschil in, denk ik. Nee? Maar het is wel. Alles wordt wel extra nagekeken van ja, besef wel even, zometeen is die film te zien op een scherm van 12 breed. En, en, en acht hoog, ja, ja. als het zo groot is, ik weet niet. Maar het is gigantisch. En je ziet elk klein detail, zie je. En natuurlijk ontzettend... Dus kijk je soms op zo'n klein schermpje mee van de camera... en dan denk je, oh ja, het ziet er wel goed uit. En dan, en dan, en dan zie je een grootje blikken en, groot je ja, en dan, dan, denk dan denk je, wat, je oh, wacht. Heb je dat vaak op premières, Dat je dan zo de... kijkt, zo... Oh, de eerste film dacht ik wel echt, oh, oké. Okay, ja? Man, yeah. Dat is toch verschieten als je jezelf zo in acht meter groot ziet? Ja, yeah. maar ook wel heel tof als je je naam ook heel groot daaronder ziet staan. Uh, dat is ook wel, en inderdaad, in yeah, die, die afdeling zo... Ja, dat is wel echt tof. Dat is het dan leuk als je, je ouders kunt meenemen en dan zeg je van, kijk. Tuurlijk, tuurlijk, ja, ja, ja. Want toen ben je eigenlijk opgegroeid. Waar ben je opgegroeid? Ben je opgegroeid? In Leiden. En hoe? In Leiden. In Leiden, ja, okay. in Leiden. ja vo voornamelijk... Um, ik, omdat ik al bezig was vanaf mijn vijfde met, met entertainment en musicals en zo, en daarna vanaf mijn achtste op een dansacademie zat, heb ik altijd een soort um, uh, een tweede leven gehad of zo. Mm -hmm. Ik ging altijd naar school en ik had vriendjes okay. daar. Maar zodra op dinsdag en donderdag de schoolbel ging, was ik als eerste van het schoolplein om de trein te halen richting Amsterdam. Omdat ik daar dan danslessen moest volgen. Um, en uiteindelijk dan ook middelbaar heb ik dan in, in, in Amsterdam gedaan. Uh, omdat die combinatie daar echt was. Dus ik volgde bepaalde lessen op school niet meer. Zoals uh, LO en uh, godsdienst en kunst. Zo al die dingen die niet heel belangrijk zijn. Zoals Nederlands of uh, wiskunde of dat soort dingen. Uh, want dan ging ik naar de dansschool om danslessen te volgen. Dus um, ja. Hebben die ouders u altijd gepakt? die die gepushen, als je vijf jaar bent, dan... Yeah. Komt het ook van hun? Zijn hun ook zo creative in de arts? Of? Nee, totaal niet. Nee. Dan ik moet het ben... ook hun raar zijn. Omdat jij op je vijf jaar leeftijd, ik wil... Ja, dat kwam eigenlijk door een buurvrouw bij ons. Die zat bij een amateurgezelschap. En die. Shout out naar je buurvrouw. Ja, maar echt, ja. echt. En ik probeer ook zoveel mogelijk te benoemen, overal. <laughs> ja. um, zij, zij zat in een amateurgezelschap en zij zocht een kindje... die uh, voor één scène even mee op kon. Als, als zo de highlight in het verhaal van... Ah, het, de hoofdpersonage heeft een kindje gekregen. Um, en mijn moeder merkte dat ik daar zonder ja, tegenstribbelen naartoe ging. En dat, dat ik dat wel leuk vond. En die buurvrouw zei op een gegeven moment, er is een advertentie in de krant voor Job van de Ende. Dat is ja, een beetje de Gert Verhulst in Nederland kwam musicals in ieder geval dan. En gigantisch en groot. En um, ze zoeken een kindje met een Aziatische look. En als kind was ik, zag ik er nog wel, zeker als ik mijn haar niet heb gedaan, een beetje mm. Aziatisch uit. Maar was je afkomst? Indonesisch. Ja, oké. Okay. Dus echt uh, full Thai ben ik niet, zeg maar. Yeah, yeah, yeah. <laughs> maar um, ze zeiden, ja, misschien moet je eens auditie doen. En mijn moeder heeft dat toen gedaan. En het is niet dat ze mij heeft gepusht of zo. Want als ik zoiets had van, ja, ik wil niet, dan, dan supporten ze dat ook wel. Uh, maar ik vond het wel leuk en... Had geen stress om op het podium te komen? Of... Nee, dat besef nee. je totaal niet als vijfjarige. Want je ziet ook niets, hè? Als je op het podium staat, die lichten zijn zo hard en fel. Dat je die, dat je die nee. ja, je weet het hè. Je ziet de mensen nauwelijks. Zeker in een theater is dat echt. Je uh... ziet niks. Hè? Nee hoor. Het is gewoon een hmm. zwart gat waar je, waar je in kijkt. Herinnert je je dan nog? Um, de eerste keer? Ik herinner me vooral de backstage momenten. En wel onstage, want wij werden heel goed begeleid. En soms moest ik me dan verstoppen, want dan. Uh, daar waren bewegende, rijdende dingen. Dat was de eerste musical waarbij mm. rijdende. Zonder, zonder dat je mensen die dingen opduwde. Set pieces. Uh. Ja, zo. Bewe dat is niet rijdend. Nee, maar wel bewegend. <laughs> ja, dat waarbij er echt decorstukken op kwamen rijden. Met, met gaten in de grond of met lange, lange gaten in de grond. Uh, en dan merk ik dat ik zo. Ik weet nog dat ik echt zo verscholen zat en dat ik mocht tekenen om mezelf stil te houden en zo. Um, maar echt gepusht worden door mijn ouders, dat totaal niet. Nee. Totaal niet nee. Maar dan brengt je ze mee op première's en dan is het toch wel Ja, hey, als ik nu die foto's is. zie, ja. van, van vroeger ook en van nu, dan, dan merk je wel dat, 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 ja, dat mijn moeder vooral heel trots is. En zegt ze dan ja. niet soms zo, als je zo met haar naar de première gaat? Tuurlijk zo. wel, jawel, jawel. jawel. Ja, ja, en ze is, ze is de grootste supporter die ik, uh, ik uh, bij wijze van in de familie heb, omdat ze natuurlijk zoiets heeft van, ja, dat is mijn zoon. Uh, los van mijn zus en los van mijn broer, uh, is dat, is dat, ja, zijn ze echt wel de grootste supporters. Ja. Wat doen uh, je zus en je broer? Mijn zus, mijn, mijn zus is, uh, uh, die heeft een eigen kledingzaak voor kinderen. Uh, mm -hmm. Voor babykleding, niet voor kinderen, het is niet, dat ze, oh, okay. <laughs> het is niet dat ze baby's verkoopt, sorry, dat kwam een <laughs> beetje fout uit. Um, voor uh, kinderkleding die je kan bedrukken. Dus je kan bijvoorbeeld okay. als, een pas, als je een kindje hebt die pas is in een familie, dan kan je de naam op een mutsje of op een dekentje yeah, yeah, yeah. doen. Um, Daar voornamelijk zit zij dan in, uh, en zij heeft dan een vriend die door is, uh, het is uh, supergoed zelf... Uh, nog geen miljonair, maar we hopen daar wel. Uh, ik hoop wel ah, dat okay. het te, yes. je het te yes. melden, weet wel. Ja, wel. Zo? Ja, ja, ja. Echt zo'n supergoed lopend bedrijf met mensen Goeie in één keer in en dienst. En ja, maar ja. echt, ik, ik heb die echt zien groeien van niets naar nou ja. echt een bedrijf met mensen in dienst. En dat is super raar nou, om in één keer sick, te zeggen ja. um, Mijn broer heeft lang in de entertainmentwereld gezeten ook, maar hij is ondertussen ook uitgestapt. Is hij ouder of jonger als u? Ouder. Ik ben de jongste. Ah, ja, okay. Jij bent ja. de jongste. Hoe oud ja. ben je nu trouwens? Ach, 30, jongen. Ja, keer het. Ja. Wanneer ben je 30 geworden? Oktober. Ik en jullie, dus uh, nog zes maandjes. Uh... <laughs> het, is, uh, het is wel lastig hoor, want ik voel me nog zestien soms, man. Ik heb daar ook. Met... Achttien, <laughs> nee, nee. Maar, uh, ja, jong, jong, ja. Ik heb wel... Dansers zijn heel jeugdig. Heel veel van ja. mijn vrienden ook, die gedragen zich... Mijn dansende vrienden gedragen zich bijvoorbeeld... Totaal niet hetzelfde als uh, mijn andere jongens van, van 29, 30... die gewoon ja. al huisje kopen, dit, dat. Die dansers die zijn gewoon echt nog begin twintig, ja. om te vergelijken. Zeg ja, maar. Ja. Ik heb dat ook met, mentally wel. Voel ik mij totaal niet... Of hoe moet je je voelen? I don't know. Maar ik... Ik ben ik, ik niet dertig. Ja, maar er zit een, een, een verschil in... Ja, toch wel volwassenheid een beetje, denk ik. Ik weet het niet. Maar ik denk ook... Ja, je hebt nooit gestudeerd, hè? Als in... Maar je hebt verder gestudeerd na je uh, Ja, Ja, ik heb... Uh was ik? ik denk dat ik 23 was toen ik was afgestudeerd. Toch wel? Ja, ik heb, ik heb het afgesloten met de HBO, heet dat in Nederland. Ah, ja, ja, oké. Okay. Dat maar was dat de, de laatste vier jaar. Middelbaar. Nee, net na de middelbaar. Ja, ja, de laatste vier jaar. Meestal, wanneer word je echt volwassen? Als je van school komt en je begint te werken. Maar ja. werken voor, voor jullie is anders. entertainment. Ja, ja. ja, misschien dat het daar en, in de ja, Dat denk ik ook altijd. Als ik, als ik er zelf op terugkijk, waarom is dat zo verschillend? is dat ik gewoon... Als hun zo zwaar aan het studeren waren en dit en dat, en we moesten daarvoor strijden, dan was ik aan het kijken naar waar moet ik naartoe gaan reizen ja. om auditie te doen. Ja, ja. ja. ja dat is ja, een dat andere ja. soort van mentale druk, Je in het begin geen, geen stress van, oké, okay, ik moet deze deadline van mijn job, nee. ik moet deze papier afwerken of zo. Nee, dat is gewoon, ja, ik moet die job hebben en dan... Je het doet het alles op. voor die job. Ja, 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 en ja dan voilà. Dan dat is, en het is en blijft ook ergens een, een bepaalde ontspanning of zo. Ik had mm -hmm. vanmiddag had ik een, een, een FaceTime interview met een kindje voor zijn school. Super cute. En die zei: wanneer ontspan jij? Wat is, eh, of hoe ontspan jij in jouw werk? Ik zeg ik, ik ontspan. Goeie op. Vraag. Ja, maar ik, ik ontspan op werk. Als ik ja. aan het werk ben, ben ik het gelukkigst en ben ik het meest ja. chill. Zit ik op de bank, dan kan ik bij wijze van echt depressief worden. Omdat ik echt zoiets zeg van ik wil iets doen. Maar je een overthinker? Ja, toch wel? Ja. Oh, vrij snel. Is dan niet typisch iets ja. voor entertainment? Ook wel. Ja, maar je, je bent aan het overthinken, omdat je constant denkt: wat is de volgende stap in? Mm. En waar kan ik naartoe? Of waar kan ik verbeteren? Of waar kan ik hier? En, en hoe moet ik dan? Dus ja. daar, ja, je, ik ben echt gewoon overthinker. En is dat gerelateerd of zo gerelateerd aan de entertainmentwereld? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen wel die onzekerheid heeft... Uh, in de danswereld of in de entertainmentwereld... om de volgende stap te nemen, zijnde wat is die stap dan en hoe... dat je daar wel een bepaalde overthinker in wordt, ja. Want als je naar een film, als je naar je eigen film kijkt... ik vond er stel een paar maanden, of nee, een maand ervoor, dan denk je van. Oké, okay, hoe zou die scènes uitgedraaid? Is dit wel gelukt? Ja, tuurlijk. En dan... Want wat ik me altijd afvraag... acteurs, als die dan naar hun eigen film gaan kijken, hij kan toch niet van die film genieten? Dat is nee. toch van, ah, oh, dit had ik beter anders ja. gedaan. Ja, toch? Hè? Exact, exact. Ja, de hele ja, ja. film. Ja. ja, ja. En ik kijk ook. <laughs> en dat is grappig, want ik had het daar met Louis. Louis Thijssen, die speelt de vampire. Uh, had ik het daar ook over? En hij zegt ja. Ik kijk totaal niet naar jullie. Ik heb alleen maar naar mezelf gekeken. En dat is de eerste keer als je die film ziet, is dat ook echt wat dat je doet. Yeah? Toch wel. Je kijkt gewoon naar jezelf. Tuurlijk, omdat je ja. verbeterpunten ziet. Je ziet wat je goed hebt gedaan, je ziet wat je beter kan de volgende keer. En je blijft daar eigenlijk heel hard op doorwerken. Want je ziet ook geen beelden vooraf, toch? Of je, je hebt het totaalplaatje zie je niet vooraf, toch? Dat zie je echt voor het eerst op de première. Um, nee, er is wel een visie zogezegd. Uh, in de bioscoop voor de mensen die hebben meegewerkt aan de, aan de bioscoopfilm. Okay. dat wel. Maar. Ja, Pre-screening voor privé screening. Ja, wat ja, je. Ja, ja. Dus er wordt echt een zaal afgehuurd uh, voor uh, Studio 100. En dan zit je dus met z'n allen. Uh, degene die de film hebben gemaakt, de, de, de harde kern, yeah. zit daar echt in de zaal. En dan uh, ga je samen genieten van, van de film. Voor de eerste keer, je ziet soms wel beelden. En we hebben natuurlijk ook een groepsapp waar bepaalde leuke momenten of goede momenten of leuke herinneringen in zitten. En die door de monteur of de regisseur even worden doorgestuurd, zo snel, van yeah. het beeldscherm gefilmd. Maar echt de volledige film, van A tot Z, uh, zoals hij in de bioscoop komt. Ik denk dat wij die een, een week van tevoren hebben gezien. En gaat dat dan, kijken jullie stil? Naar die film of zeggen die? Ah, nee, dit moest zo, dit moest zo. Of wat? Je hebt gewoon, gebeurd dat? Je hebt gewoon echt wel uh, momenten dat heel de cast lacht of heel de crew lacht, omdat je gewoon weet ...één, hoe bepaalde dingen zijn gedraaid ja. en dat, dat dat die dag super grappig was of dat er tijdens bepaalde scènes bepaalde bloepers waren die in één keer terug naar boven komen. Dus er wordt soms gelachen op momenten dat het totaal niet grappig is, maar omdat de crew de backstory weet. Ja, ja. ja. Dus dat, dat zo is gewoon... insiders, zo ja. insiders. Ja, ja. ja. Trouwens, bloepers man. Ik, ik, ik Vroeger weet je wel, neem je wel eens op met je vrienden of zo. Maar als er eenmaal wordt gelachen, dan kon ik niet stoppen. Is dat, dat is toch moeilijk, of niet? Ja, dat is super moeilijk. Dat is super moeilijk. En zeker in het team waarin, waarin nachtwacht wordt opgenomen, want dat is uh, een heel warm team. Al zeven jaar, lang hetzelfde team ook. Sommige setdressing of klankmannen hebben dan een pool waarin ze wel roleren, maar wij hebben tot nu toe. Uh, ...standaard drie klankmannen... ...die afwisselen binnen Nachtwacht. Kamerman uh, is al zeven jaar hetzelfde. Uh, Zo. Ja, dat is echt, we hebben echt een hele hechte groep. Dus dat is ook echt thuiskomen... ...als je op de nacht, uh, Nachtwacht zet weer komt. Uh, maar bloopers... ...ja, dat is moeilijk dan om die... ...om jezelf terug te herpakken... En bijna met uh, uh, tranen in je ogen, omdat je ja, zo ja. hard hebt gelachen, pijn in je buik, om dan een hele serieuze scène te doen. Dan denk je te terug opnieuw. Terwijl je die scène aan het natuurlijk Tuurlijk. Bla, opnieuw, opnieuw, tuurlijk. Ja. En dan, dan, dan ga je even zo voor jezelf focussen en denk je oké, okay, ik kan het, kan het, kan het. En dan kijken diegene aan en dan, is het, dan ben, je weer, ben je weer volledig weg. Echt volledig. Dus, ja. Hoe ga je om met aandacht? Want bij u is het meestal nee, jongerenvolk, volk, alleen kinderen. dan... Uh, kinderen en ouders. Ja. Ouders de, ook. De uh, heel hard. Moeders of ouders? <laughs> allebei. Allebei, allebei, allebei. Ik heb vandaag nog uh, een, een, een vader, uh, super cute, een berichtje van een vader gekregen met een briefje: uh, oh. dat een kindje had geschreven: Wilco, wil je alsjeblieft mijn vriend worden? Oh. Dus dat was wel echt super cute. Maar het is um, ja, inderdaad, vooral het jongere publiek. Maar je moet beseffen de laatste tijd ook al heel hard dat je als je 12 was, toen nachtig begon. Zeven jaar geleden ja, ja, zijn ze nu 19, hè? dus ja. dat is, die zijn gewoon volwassen nu. Gek, joh. Dus ik zit echt wel in een, in een redelijk breed, uh, ja. brede doelgroep. En ik probeer die ook zoveel mogelijk aan te spreken. Dat helpt denk ik ook wel nu om, om andere rollen te krijgen. Omdat ik hoop ja, ja, uw, uw publiek is ouder geworden, dus ja, ja. nu kunt je ook ik, wel ik heel ja. dingen aanpakken. Wil je ik dat doen, graag? Ja, doen? ja, 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 tuurlijk. Ja, ja. Het is niet dat ik die kinderen volledig wil, wil loslaten, want het is, het, kinderen zijn super belangrijk, Zeker in de fase waarin nachtwacht soms ook wordt, uh, wordt gekeken. Zijn de basisschool echt. Uh, dus ik, ik wil me daar zeker uh, uh, kenbaar genoeg blijven, zeg maar. Hè? Uh, bepaalde acties doen die, die goed zijn voor de mentaliteit van kinderen en dat soort dingen. Um, maar voor de rest uh, wil ik me daar ook wel niet te veel van trekken, maar niet alleen daarop focussen. Ik wil ook echt muziek maken, bijvoorbeeld voor het grotere, bredere publiek. Zijn de tieners of de twintigers? En daarnaast ook bijvoorbeeld presenteren, uh, als, als ik die kansen krijg, uh, op bijvoorbeeld VTM, waarin het oudere publiek zijn bijvoorbeeld 30 plus zit. Wat is zijn naam nogal? De Mol? John de Mol. John de Mol. Geen manager. geen manager, maar als een uh, producer of wat die dan? Ja. ja, een producent. Heb uh, ja. jij daar iets van gehoord, voor het uitkwam? het zien uh, nee niet van uh, niet van wat er nu allemaal uit is ik weet wel ik marco Bussato had ik wel dingen van gehoord toch wel ja ja ja, ja. ja. oké okay, dat is niet al ik, de nee niet van niet die, die, die niet van de die, die kinderen of van de beschuldigingen. opgevangen maar het is zo van er is iets meer marco bosato toch en wel het gaat eraan ja het gaat eraan komen en hoe lang hoe lang is dat dan of spreken we dan een paar maanden een paar jaar uh, ja toch wel een paar weken geleden een paar weken geleden ja, ja, ah, ja, ja. Toen. Ja, niet, niet een paar jaar geleden, dat niet, nee. Want wat ik me altijd afvraag bij ons in modellenwerk... Wij wisten, de wereld, van oké, okay, ja... Mario Sostino, he does this. Bruce Weber, he does this. Dus wij wisten allemaal van oké, okay, this model does with him. He tries to fuck you there, to get the job. So, wij wisten dat allemaal. Dus dan vraag ik me altijd af... In de entertainmentwereld, iedereen is... Het is een kleine wereld, iedereen kent, weet toch wat er gaat gebeuren. Of wat ja. er aan het gebeuren is... Ja, maar ik denk dat het ook wel redelijk beperkt is en blijft. Ik geloof echt ja. wel dat bepaalde mensen, heel over heel het Marco Postato en Adibé-verhaal dan, hè, geloof ik echt wel dat bepaalde mensen van niets wisten. Ja. Ook ja. omdat die kandidaten, als je je verplaatst in, die, in hun schoenen, snap ik ook dat ze het niet, niet durfden te vertellen. Ja, zeker. Ofwel schaamte, ja. ofwel van, ah ja, misschien is het dan ook wel normaal dat dit gebeurt, ja. dat ik zo'n appje krijg. Uh, of uh, zo aan me wordt gezeten, blijkbaar is dat dan normaal. Uh, dus ik, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen het niet wisten hoor. Uh, bedankt om te komen. Gio. Dankjewel Goeie voor de uitzending, uh, Succes verder met uh, ja? whatever is coming next En jullie ook met Thank deze Paul. podcast? Oh, ja, nog wel eens aan. Dankjewel, man. Dat is goed. Dat is uh, <laughs> ja. Zeker. zeker. <laughs> Oké. Okay. Alright, see you later.